gaan we verder met agenda punt 6. Kennis nemen van de raadsinformatiebrief ter afdoening van de toezegging in zaak het verkennen van de mogelijkheden voor mbo-studenten om ervaring op te doen bij buurt- en lokale media. Nou ja, lokale media en buurtmedia zijn natuurlijk van enorme meerwaarde in onze stad Amsterdam. Juist ook om mensen in de stad, in de stadsdelen en in de buurten te informeren. En het zijn ook mooie plekken voor studenten om ervaring op te doen. Daarnaast wordt ook gewezen naar de Media Labs. Zou de wethouder ons daar wat meer kunnen vertellen, juist ook over de rol die studenten daarin kunnen spelen? En ik zag bijvoorbeeld zo'n mooi initiatief dat waarbij stadsreporters, waarbij voornamelijk oudere bewoners zelf straatinterviews filmen. Is er veel zwerfvuil buiten Veldert? Niet als ik klaar ben. Waarom staan jullie hier? Wij staan hier in het kader van Week tegen Eenzaamheid. 3 keer in de week in de bieb, want ik ben verslaafd aan lezen. Heerlijk. Als ik geen boek heb, dan ben ik niet te spreken. En u woont al 17 jaar, zei u, hè? En bevalt het goed? Ja, goed. Prima. U staat hier met een kar met aardappelen en fruit. Ja. Komt u regelmatig dingen kopen hier? Nou, de groenteboer komt eens in de 2 weken langs. En een dergelijk concept met jongeren zou denk ik ook erg mooi kunnen zijn. In ons democratische landschap zijn lokale media natuurlijk ook heel erg essentieel. Welkom allemaal bij deze feestelijke gebeurtenis, bij de verjaardag van Roel. En bij de presentatie van het boek van Mark Wildemeers over Roel van Duin. Ik ben Zeven Ernsting. Ik ben in het dagelijks leven fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam in de gemeenteraad. Maar ik ben ook kind van een kabouter. Mijn vader is Marius Ernsting en die heeft in 1972 zat hij in de gemeenteraad van Amsterdam voor de Kabouterpartij. Dus ik vroeg mij af, en dat is maar een vraag hoor, of ook een link gelegd zou kunnen worden vanuit dit dossier met die burgerschapsontwikkeling in het kader van het tegengaan van participatieongelijkheid, om het maar even zo te zeggen, en het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen bijvoorbeeld. Ik ben het helemaal eens, voorzitter, met de lid Belkasmi, dat we het hier ook vaker over lokale media moeten hebben. Vindt de VVD in het algemeen dat lokale media moeten worden ondersteund vanuit publieke gelden? Ja, nou dat is wat ook nu wel vaak gebeurt. Dus als je kijkt naar de subsidies, veel wijkkranten krijgen in ieder geval af en toe een eenmalige subsidie. Ja. Sommige ook periodiek en dat is ook belangrijk, want je wil natuurlijk... niet iedereen leest het Parool of niet iedereen kan een krant betalen. Dus is het goed om ook... wijkmedia te hebben, ja. Ik was gisteren op bezoek bij Publieke Omroep Amsterdam. Daar ook verder gesproken over wat zijn nou de ideeën en plannen en ervaringen van die samenwerking tussen POA, AT5 en mbo'ers. En ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. En ik hoop dat heeft u misschien ook een klein beetje kunnen lezen in de brief die ik u al eerder heb gestuurd. We zien het langs twee lijnen dat POA investeert in talenten. Je hebt inderdaad ten eerste het programma Wij zijn Amsterdam. Dat is een jaarlijks talentenprogramma met diverse stageplekken, waar ook in toenemende mate mbo-studenten bij zijn betrokken. POA wil het ook blijven voorzetten en heeft het ook in het concessieplan voor de volgende concessie opgenomen. En ten tweede dus ook het betrekken van mbo-studenten bij lokale en buurtmedia. En dat heeft dan weer twee sporen. Het eerste spoor is eigenlijk een soort structurele hybride onderwijsvorm, waarbij mbo-studenten ook media leren maken, praktijkervaring opdoen. Nou, de eerste pilot heeft u misschien kunnen zien, Parkpolitiek met wethouder Barki, waar echt mbo-studenten een belangrijke rol hebben gespeeld. Van het maken van de filmpjes, voorbereiden van vragen, onderzoek doen. Ik raad u zeker aan om die aflevering nog even te zien als u dat nog niet heeft gedaan. Kijk eens even in de spiegel. Hoeveel van jullie doen de moeite om dingen klein te maken voor de papierbak? Is er veel eenzaamheid in Buitenveldert? Ik denk dat er meer eenzaamheid in Buitenveldert is dan we denken. En het tweede spoor is in het betrekken van mbo-studenten bij die medialabs in de stad. En de medialabs die er ook op gericht zijn om eigenlijk in verschillende buurten ook ruimte te geven aan bewoners, organisaties, om zelf met buurtmedia aan de slag te gaan, daar ook vaardigheden op te doen. Ze kunnen daar workshops volgen, maar ook zelf gebruik maken van de apparatuur. Nou, die mbo-studenten zouden daar prima stage kunnen lopen. Op een gegeven moment zelf zo'n medialab kunnen gaan runnen als voor de werkervaring. Het idee van POA AT5 is ook om die medialabs te gaan uitbreiden. Er is natuurlijk al eentje in Osdorp. Dat is al actief. Uiteindelijk moeten er 5 medialabs komen in de stad. IVAL dus Centrum, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. En voor het 5e medialab wordt nog een locatie gezocht. Qua financiering voor dat hybride onderwijsprogramma, hè, dus dat verhaal van Parkpolitiek, zeg maar, heeft POA AT5 binnen de huidige begroting geen financiële middelen beschikbaar voor de begeleiding van studenten. Dat zijn er mensen zo'n 20. Hij zet het nog bij je op het aardje. Nou, dan pas ik wel even op het karretje.
Tot slot, het idee van, van het lid Ernsting, voorzitter, is denk ik een mooi idee. Het hangt een beetje vanaf wat misschien je definitie is van burgerschapsbevordering. Een van de dingen bij Provo met name is natuurlijk ook dat een van de actiemethoden was het creëren van chaos. wat we nu dan disruptieve acties zouden noemen, of happenings. Provocatie. Hè? Als je kijkt naar wat je leert in zo'n hybride onderwijsprogramma, maar ook in wat je kunt doen in zo'n medialab, in de workshops, in het leren maken van media, het leren kritische vragen te stellen, door te vragen, samenwerken ook met bewoners, is denk ik zeker een manier die eraan bijdraagt. Even de verband hier tussen de medewerkers van de OBA en onze lieve buurtbewoners. Ja.